Flevoland is een relatief jonge provincie. Dus daar, je zou kunnen zeggen, de demografische ontwikkeling ja, verloopt iets anders dan in de rest van Nederland. Er is gewoon, het begin is korter geleden. Dat is een vrij jonge bevolking, mensen met veel kinderen, die natuurlijk op een gegeven moment ook wel uit huis gaan. Maar er was nog steeds ruimte voor groei, meer huishoudens, meer huizen. En je ziet dat de vergrijzing langzamer gaat. Dus er is nog steeds ruimte voor mensen, voor huishoudens, waar relatief veel mensen wonen. En waar komen al deze mensen vandaan? Ja, we zien het een beetje als overloopgebied voor de Randstad. Het is met de jaren, niet alleen de afgelopen periode, maar überhaupt moeilijker geworden financieel ook. En een paar ruimte om in bijvoorbeeld de Randstad een passende woning te vinden. En de preferenties van mensen veranderen ook. Mensen willen wat meer ruimte, willen een tuin. We willen om een huis heen kunnen wandelen misschien. En dat is in Amsterdam of in Utrecht of ook in de randgemeenten rond die grote steden veel moeilijker. En in Almere en Lelystad is dat betaalbaarder. En krijg je meer woning voor je geld. En dat betekent dus dat het een flinke groei is. 21 en 25 procent verwacht u in de komende jaren. Dat is groter dan, denk ik, dan in andere gebieden. Zeker, ja. Dus voor heel Flevoland geldt dat we verwachten dat tot 2035 16% meer mensen zullen wonen. Het aantal huishoudens groeit nog sneller, 22%. Dus dat klopt, dat is een substantiële groei die wordt verwacht voor vooral Almere en Lelystad. En Almere is op dit moment de 8e stad van Nederland. Ja, maar in deze groei verandert dat natuurlijk ook. Er wonen nu ruim 210.000 mensen. En we verwachten dat het wel naar 2060 zou kunnen gaan. 260.000 in 2035. En als het zo doorgaat, gaan we de 300.000 passeren nog voor 2050. En dat betekent dat de andere grote steden, zoals Tilburg en Groningen, dan worden ingehaald? Ja, dan wordt er wel wat, als je het al concurrenten zou kunnen noemen, gepasseerd. Almere zal steeds belangrijker worden qua stad in het land. Dan zien we natuurlijk veel groei in Almere en Lelystad, maar niet overal in Flevoland is dat het geval. Nee, in de Noordoostpolder zal het waarschijnlijk wat krimpen. En de groei is elders in het tussengebied, zeg maar, zal het ook wat minder sterk zijn dan rond deze twee grote steden. Dat is waar.